Vanaf de Lebuïneslaan is hij al zichtbaar. Het metersgrote kunstwerk op de zijkant van de flat aan de Ludgerstraat. Een kunstwerk met als boodschap verhuizing. Kunstwerk wordt op de muur gezet. Dat is onderdeel van meerdere kunstwerken straks. Die gaan in de komende weken komen. Wij hebben eigenlijk een opgave hier in de wijk hierachter. Dat betekent dat wij herstructurering gaan doen. Er gaan 256 woningen gesloten worden. En in de toekomst willen wij zorgen dat er 430 tot maximaal 500 woningen teruggebouwd worden. Dus dat is een behoorlijk grote ingreep in deze buurt. En in dat kader was de boodschap duidelijk. We moeten omwonenden laten zien dat er iets gaat veranderen in de buurt. En waarom zou dat niet kunnen middels kunst? De mensen die hier wonen doen een vrij groot offer, vinden wij, om de stad vooruit te helpen. Zij moeten namelijk verhuizen. De meeste mensen kunnen terugkeren naar een nieuwbouwwoning hier in de wijk. Dus dat betekent dat ze tijdelijk even moeten verhuizen. En we dachten van hoe mooi kan het zijn als je kunst kan gebruiken om die boodschap ook te laten zien. En daarmee voor een heel groot publiek beschikbaar te maken. Dat is eigenlijk een van de gedachtegangen geweest. De kunstenaar die het street mural gemaakt heeft aan de Ludgerstraat noemt zichzelf Artes. Hij is afkomstig uit Servië en reist al jarenlang de wereld rond om zijn kunst te vertonen. De pas geworden vader heeft slechts een paar dagen de tijd voor dit kunstwerk voordat hij weer terug gaat naar huis. This is a portrait of my friend Vanya. She is a girl from Belgrade, Serbia. And I already painted one similar mural in Madrid. The only difference, apart from the body position that is slightly different, is that on this mural she will be carrying a big gramophone along with some other things. The topic for the mural was moving residents, so I think it's a nice way to represent this theme, to paint a girl carrying some stuff that she finds dear. Aangezien het gebouw aan de Ludgerstraat gesloopt gaat worden, zal het kunstwerk binnen een paar jaar verdwijnen. Dat is ook wel weer mooi, hè? Mensen zien het nu, die kunnen ervan genieten. Het doel is wat ik net al zei, echt. Ze mogen ook zien dat er wat gebeurt en wat verandert. Dus er gaat een heleboel weg, maar er komt ook een heleboel nieuws voor terug. En die kunstwerken zijn er inderdaad. I believe that artwork belongs to me as long as I'm painting it. And at the moment when I finish, it starts to belong to the whole community where it exists. So if the community is happy with demolishing it, I don't mind. I think it's not only mine anymore, so it belongs to all of us.